Dit roze dingetje, waar is dat nou voor? Dat is voor, dat is een shotglaasje voor een borreltje. Dan heb je altijd een borreltje bij, hè? Oh, dat kun je gewoon zo, dan kun je altijd gewoon blijven schenken. Ja, en dan, ja. Dan heb je is... eigen drankje bij. Ja, jij vindt het wel grappig? Ja, ik vind het wel grappig. Ja. En ja. Wat zou jij er nou in doen dan? Nou, misschien een jenevertje, lekker warm. Oh, lekker. Hoe belangrijk is het ook voor u dat het carnaval weer gevierd gaat worden, ja, zoals we het kennen? Ja, voor mij is het natuurlijk essentieel. Dat is logisch. Ik ben een feestwinkel, dus ja, als er geen feestjes meer zijn, dan heb ik ook niks te verkopen. Ik ben er helemaal klaar voor, ja. En we hebben er ook echt zin in. Ja, ja. Dat kan me voorstellen. Ja, het heeft al te lang geduurd. Ja, twee echt. Jaar geen carnaval? Nee. En je hoort het ook van de klanten en zo. Het is gewoon, we hebben er gewoon allemaal zin in en ja. Het echt te lang geduurd. Kun je even omschrijven, wat heb je aan? Nou, ik ben vandaag fout, panterfout. Ja, en dit vind ik het nieuwe fout. Het nieuwe fout, dat bestaat ook al. Ja, zeker. Ik moest kijken. Een beetje origineel, luxe, gek fout. Bontjas voor de heren, mooie cowboyhoed. Moest kijken of een gaaf pak dit. Het is nu 2 jaar, is het al dit scenario? Ja. Hoe hoog staat het water aan de lippen op dit moment? Heel hoog, want er was gewoon 2 jaar niks mogelijk. Maar we houden de moed er wel in, want zodra er iets mogelijk is, zijn de mensen er klaar voor. Zijn er ook tranen geweest in de afgelopen periode? Nou, we hebben wel onderling met collega's gewoon wel verdriet gehad van, weet je nog dat we dit en dat en dat de normaal hier gewoon volle bak was. Je merkt hier gewoon dat iedereen eraan toe is. Iedereen die ik ken en die hier nu binnenkomt, die is er klaar voor. En heeft ook het gevoel dat het nu wel weer de ruimte ervoor is om nu er een feestje van te maken. Echte Oeteldonkers hier zijn wij en ja, als we richting carnaval gaan, dan gaat dat van binnenuit borrelen. Hoef er maar een muziekje te horen en dan wil je op pad, dan wil je op stap. En het is gewoon een bepaald gevoel. En vooral ook elkaar ontmoeten en de gezelligheid, de sociale gebeuren met elkaar. Er zit heel veel gevoel achter. Het is nog onduidelijk hoe gaat carnaval eruit zien, mm-hmm. Als het er nu zou liggen. Wat mij betreft, laten we het los. Omdat ik gewoon gezien heb en ik heb zelf ook een oudere moeder en zo. Maar deze Omicron variant maakt gewoon veel minder ziek. Dat is al echt aangetoond en de IC loopt niet vol. Laat het los. We willen weer leven, dat denk ik echt. En dat hebben we ook nodig. Kijk, de versoepelingen en de regels voor het hele land, die zijn helder. En daarbinnen moeten we kijken, hè, hoe kan je nou carnaval daarbinnen passen? Als het kan, dan gaan we feesten. En als het kan, dan gaan we los. En als het een beetje minder moet, dan moet het een beetje minder. Maar dan hebben we ook dat stukje samenhorigheid en ook dat stukje gezelschap. Iedereen wacht erop ook. Ja. En wat ga je dan aantrekken? Dit of niet? Nou, dit is wel een beetje de trend van ons. Ja. Maar ook ja, een bosjasje of ja, gewoon van allerlei dingen. Elke dag iets anders. Nou, wat ga je dan?